Hey jongens, ik ben Dennis, aka Renske. En vandaag weer een nieuwe episode van Live Party Games. En vandaag is de Sticks and Stones op... Godverdomme, jezus, ben slecht hierin. Op studio. En nee, meen die kerel is zo slecht. En ik ben nog veel slechter, ik kan niet eens raken. Hoppakee. Ik denk als ik hem nou nog mis, dan ga ik me eigenlijk echt ophangen. Ik wist dat hij eraan kwam. Oké, we moeten eventjes warm lopen. Het begin ging even fout. Maar we moeten warm lopen. Nee, iemand had laatst gevraagd van doe ook een keertje wat, wat Sticks and Stones. Dus bij deze wat Sticks and Stones. Ik vind Sticks and Stones grappig als je dan met de party speelt. Maar het is zo verschrikkelijk irritant als je bijvoorbeeld keiveel punten hebt en net voor het einde genaaid wordt. En ik zat eraan te denken, op zich zou ik hier best wel een soort van serie van kunnen maken. Dat ik moet proberen om 500 punten of zo te krijgen. Want dat is best moeilijk omdat al, ik zeg maar even 500, ik weet niet of dat te veel is. Maar gewoon bijvoorbeeld 200 of zo of 300. Om dat te krijgen, want je wordt iedere keer gesetback natuurlijk. Oké, die kerel is ook dom. Jezus, waar zijn die mensen slecht. En dan heb ik één kind die goed is en die tomahawk me. En dan ben ik fucked. Maar oké. Maar dat zou op zich wel een idee kunnen zijn. Van, oh shit. Oh shit. Fuck jou, ik heb geen dingen meer. Ik haat mensen die knijven. Maar als je niks meer hebt, dan moet je iets. Weet je wel, ik had niks meer. Oh shit, enemy, enemy, enemy. Alsjeblieft, ga me niet setbacken. Ik haat het. Nee, oh! Die barrel heeft al geluk. Ik wou zeggen, daar ben ik toch niet door gesetback. Oh shit. Oh, zie die kill. Eigenlijk was hij gewoon fucking scheef. Was het 360? Alleen hij deed een 360 en ik niet. Oh shit, nee, ik zat vast tegen de hooi. Nee, 10 op 2, oké. Let's go, we gaan dit wel winnen. En die is een beetje ook niet, gewoon fucking hard. Die heb ik, de andere eentje. Nee, die had ik. Shit. Waar zitten die mensen overal? Ik weet niet waar vandaan ik beschoten hoor, man. Oh crap, nee, jij vieze hond. Nee. Waarom heb ik dat? Hey, shit, ik zat weer vast. Ik loop deelt overal tegenaan, net als ik dronken ben. Oké, we moeten weer helemaal terugkomen. Maar ja, we hebben 3 minuten ervoor, maar het is altijd lelijk. Het beste is eigenlijk gewoon constant tweede te staan. Anders ben je volgens mij de hele tijd op de minimap te zien. En die kerel had ik met Direct Impact en dan ben ik dood. Als jij eerste staat, dan ben je volgens mij een oranje stip de kaart. Dus iedereen weet dat jij eerste bent. Nee, hond. Nee, fuck in mijn rug. Nee! Oh, die heb ik niet. Jammer, man. De kerel staat ineens in mijn rug. Oh, fuck. Kom terug, kom terug. Oké, weet je wat? Op de grond, dat werkt ook. Ja, dat werkt vooral in Black Ops 1. Hier werkt het eigenlijk niet zo goed. Dan moet je het maar 2 keer hitten. Oké, dat is goed. Oh, ik dacht de 2 dat. Nee! Fuck you! Ha! Oké, we hebben nog 3 van die andere dingen. Zo, hier ben ik volgens mij iets beter mee als met die crossbow. Ja, ik weet eigenlijk niet, ik ben overal slecht in. Ik doe gewoon maar. Ik gok maar wat. Nee, dat meen je. Ik ga hem niet naaien, ik heb geen zin in. Hier, fuck jou. Oh, als ik op hem afliep en had hij zelfmoord, dan werd hij gesetback. Lol, het leven standbeeld. Oké, die hebben we ook. Moet oppassen dat ik op iemand schiet en denk, oké, die gaat dood, maar dat ze niet gelijk al dood zijn. En ik sta op zich best wel netjes. Qua score tenminste, niet qua punten, maar gewoon 20 om nog iets was het. Oh mijn god. Ah, ik zit helemaal niet op te letten, man. Ik werd ingesloten van links en van voren. Ja, welke moet ik dan dus eerst afschieten? Alle kanten op schieten, helemaal niks raken. Dat zou misschien ook handig zijn als ik dan überhaupt iemand raakte. Nee. Nee. Damn it. Oké. 3 keer scheepsrecht. Hier zit er eentje. Nee, die zit hier te campen. Die is sowieso met Tomahawk naar beneden te wachten. Of te aimen eigenlijk, te wachten tot ik naar boven kom. Dan gaan we niet, riskeren. Oh, je kan zeggen, sta ik nou eerst of niet? Ik had er niet eens gekeken. Oh shit, nee, hij was mis. Die was niet mis. What the fuck? Die was niet mis. Je mag me vertellen wat je wil, maar die was niet mis. Oh shit. Pas op. Die explodeert, pas op. Weg hier. Ik weet niet waar, ik ben toch gehit. Dus gewoon gooien. Oké, het gaat een beetje de verkeerde kant op. We hebben 8 deads, maar het maakt niet uit. We staan nog steeds eerste. Dat is het belangrijkste. Ik weet zeker dat ik voor het einde genaaid word. Oh, als ik die had, hè. Nee. Oh, pas op voor mijn rug. Ze spawnen in mijn rug. Dus ik moet oppassen zodat ik niet eens heel easy kill krijg. Zat hij nou AFK of niet? Hij staat niet AFK. Oké, fuck jou. Dat riskeer ik niet. Iedereen die in mijn buurt komt gaat dood. Punt uit. 25-8. Mooi score. Ik wil eigenlijk graag 30 kills. Please. Nog een paar kills. Oh, ik moet nog 5. Dat lukt nooit. Ik dacht dat ik ineens wel 2 moest. Ik had hem niet geteld. Oké, waarom rent iedereen van mij weg? Ze moeten juist naar mij te komen. Ik ben degene die dood moet. Misschien nemen ze de dag iets te serieus.
Oké, nog één keer. Nee! 25 om 8. Wauw, dit is op zich best wel leuk om te spelen. Sixers, ik heb tenminste gewoon 120 punten. Ook al scheelt het niet veel, want die andere gozer... Die, wat staat er eigenlijk? Arthur Pro 3 of zo. Die had 25 punten. Op zich scheelt niet heel veel. Lieve, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat eens een like achter. En laat in de comments achter wat je van de ideeën vindt. Van proberen bijvoorbeeld 250 punten of misschien 300 punten te halen in Sticks and Stones. Want misschien is dat nog best wel een leuk idee. Dus laat het me weten. En dan zie ik je de volgende keer weer. Houden we.